Ja, het is natuurlijk mooi, big data, disruption, sociale innovatie. Maar wat vindt de medewerker daar nou van en hoe moet ik daar rekening mee houden? Mijn naam is Hans van der Spek. Ik ben medewerker van het bureau Berenschot in het mooie Utrechtse. En zoals gezegd gaan we nu even inzoomen op, wat heeft dit allemaal voor effect voor de medewerkers in onze organisatie? En want van tijd tot tijd kwam er natuurlijk de sprake van de organisatie moet dit of de organisatie moet dat. Nou, de organisatie is er niet. Dit is een samenstel van een aantal medewerkers. Dus goed om te kijken van, wat betekent dit nu voor de medewerker? Wat vindt hij er ook van? En ik zal u niet daarbij alleen laten. Ik zal ook proberen een aantal zaken te vertellen van wat zou je eraan kunnen doen? Hoe zou je die medewerker optimaal kunnen begeleiden in de alle veranderingen die op hem afkomen? Want de sprekers hiervoor hebben u al overtuigd van het feit dat er heel veel gaat veranderen. Dus dat nemen we maar even als zekerheid aan. Het gaat er meer om van, wat betekent dit en wat kunnen we ermee doen? Laten we gauw beginnen. Zoals gezegd, al die verschillende termen, voor je het weet, lopen je medewerkers met zo'n blik van wanhoop in de eigen organisatie. Het is misschien even goed om het stil te staan van, wat betekent dit nu eigenlijk? Al die verschijnselen die we besproken hebben, wat betekent dat dan voor de medewerker? En ik heb het even willen illustreren met het weerhuisje, omdat wat mij betreft zitten er natuurlijk twee kanten aan het verhaal. En als we even beginnen met het slechte nieuws, dus de donderwolkjes in onze organisatie, dan is het natuurlijk leuk dat we praten over het feit van, voor mij was het Bert die had zoiets van, die harken, dat moeten we maar afscheid van nemen. Het worden pannenkoeken, op een andere manier van samenwerken. Maar aan de andere kant is het nu ook wel heel erg lekker comfortabel. Het heeft de schijn van zekerheid. Al die formele dingen die we hebben als een organisatiestructuur, functiebeschrijvingen. Dus dat stuk zekerheid. Op het moment dat we gaan zeggen, het wordt fundamenteel anders, betekent dat ook die zekerheid ter sprake komt en ter discussie gesteld wordt. Hetzelfde geldt natuurlijk voor een stukje perspectief. Als je niet uitkijkt, dan ben je nu ingestapt in een organisatie waarbij je eigenlijk wel weet van, als ik over 3 jaar ben ik dit en over 3 jaar daarna ben ik weer bij de volgende stap. Dat geeft eigenlijk ook wel een stukje duidelijkheid. Ook wat dat betreft, op het moment dat we zeggen, alles wordt anders, het wordt onzeker. We gaan dynamisch werken en misschien moet je dingen zelf gaan organiseren. Dat is wel heel erg, kan ook heel erg bedreigend ervaren worden. Op het moment dat je zegt, ik ben nu iemand, ik ontleen mijn status aan het feit dat ik nu een afdelingschef ben. En dan komt er zo'n mooie man en die zit een half uur een webinar vol te praten. En die zegt, daar stoppen we even mee, dat doen we niet meer. Dus dat betekent wel een behoorlijke aantasting aan datgene wat ik op dit moment gewend ben. En dan zeggen we van, we gaan even ons heroriënteren. We gaan dingen anders doen. En laat ik nu net op een expertise zitten, waarvan we maar eventjes op de tekentafel zeggen van, daar stoppen we even mee. Dat betekent dat mijn macht die ik in de organisatie heb, want misschien mag ik wel blijven of is een alternatieve plek. Maar dat betekent dat ik opnieuw ervoor zal moeten zorgen dat mijn continuïteit binnen deze organisatie, dat die gewaarborgd is en dat ik opnieuw aanzien verwerf. En dat ik inderdaad datgene wat ik opgebouwd had aan zekerheden, of in ieder geval waarvan ik het idee had dat het zekerheden waren, dat ik daar op een andere manier naar moet gaan kijken. En dat kan natuurlijk ook op impact hebben. Al de veranderingen die we in de andere webinars ook een keer uitgelicht hebben, kan een heel goed impact hebben op de traditionele vormen waarmee ik gewend ben om beloning te ervaren en ook ideeën hebben over de ontwikkeling van, van de beloning naar de toekomst toe. Allemaal zaken die ter discussie komen te staan. Dus dat betekent, ik kan me als de medewerker zou zich zomaar af kunnen vragen of hij wel heel erg blij moet zijn met alles wat hier de afgelopen dag verteld is. Tegelijkertijd, dan zie je ook de zonnestraaltjes in onze organisatie. Je ziet bijna dezelfde woorden. Het belangrijk woordje, als ik nou even terugpak, het woordje zekerheid zie je niet terug. Want dat is natuurlijk wel het nieuwe beeld. Als er één ding zeker is, dan is het de onzekerheid. Aan de andere kant zie je ook wel van, op het moment dat we dingen echt gaan veranderen, fundamenteel gaan veranderen, en wel bereid zijn om als organisatie om afscheid te nemen van bestaande patronen, dat is natuurlijk ook een lonkend perspectief. Dat biedt mij weer, daar waar ik vast zat in mijn organisatie, omdat de dikke kleilagen boven mij zaten in de organisatie en ik weinig uitdagingen meer had, betekent ook van, ik kan mij ontwikkelen. Ik kan weer een nieuw gebied tot mij nemen. Ik kan mij, ik word weer gedwongen, gestimuleerd om nieuwe kennis tot mij te nemen. En ik kan weer, wat dat betreft, ik kan weer expert worden op een gebied als ik mij gewoon nieuwe kennis toe-eigen. En dat betekent dat hetzelfde fenomeen en dat datgene wat ik aan enerzijds bang ben te verliezen,
Aan de andere kant inderdaad ook weer zeggen, ja, hey, het biedt ook weer ruimte voor nieuwe initiatieven, waarbij je dus wel in staat bent om je te bewijzen op momenten dat dat binnen de traditionele organisatie, de organisatie zoals die tot dusver gewend waren, misschien wat lastig aan het worden waren. Wellicht op zich herkenbare elementen. Alleen als je kijkt naar de kop van de slide, dan zit er natuurlijk denk ik één misvatting in. En dat gaat er namelijk vanuit dat de medewerker er zou zijn. En wat mij betreft is dat denk ik al iets wat we ons goed moeten realiseren. Dat de medewerker is er niet. Veranderingen die op organisaties afkomen, zullen heel wisselend ervaren worden. Je zult merken dat de impact van veranderingen die we voorstaan heel erg divers kan zijn als het gaat, als je kijkt naar het onderscheid van de functie. Ja, dus kan zijn dat, neem naar een grote bankorganisatie, die zegt van wij sluiten de loketten, mensen gaan dat maar lekker zelf online doen. En dat betekent dat als je net een functie hebt als baliemedewerker, of adviseur met het direct contact, of hoe ze het ook allemaal mogen noemen, betekent dat, dan is het voor die functiegroep is het een heel duidelijke impact. Terwijl het misschien juist wel een nieuwe uitdaging en een meer kansen biedt voor mensen die op andere manieren ondersteuning en advies geven. Je kan je ook heel goed voorstellen, dat is natuurlijk de praktijk, dat de impact heel erg kan afhangen van de leeftijd van de medewerkers die het betreft. Er zijn er mensen die zeggen, prima, ik ben jong en ik sta te trappelen om de veranderingen beter te pakken. Of zijn er mensen die net wat verder zijn in hun carrière, dus die zeggen van, ik weet niet of ik dit zo aan het staartje van mijn carrière nog mee wil maken. En dan is het nog steeds eigenlijk het risico van, doe ik dan onze medewerkers wel terecht? Als ik ze zeg van, ik ga ze als functie of binnen leeftijdscohorten, ga ik ze als zijn van, daar geldt dit en dat voor. Je zult in de praktijk merken dat het effect natuurlijk van de veranderingen op individu ook sterk kan wisselen. En niet alleen rekening houden met het feit wat ze in de organisatie doen, maar ook in dat is dingen die ze buiten de organisatie doen. En het valt ook zeker niet uit te sluiten. En vandaar ook dat je de twee poppetjes naast elkaar ziet staan. En dat die medewerkers eigenlijk ook wel de effecten voor diezelfde ene medewerker ook eigenlijk dubbel zijn. En van het is wel leuk dat ik me nu verder kan ontplooien. Maar wat ik mij van tevoren misschien niet helemaal gerealiseerd had, is betekent dat ik ook een aantal dingen in moet leveren. En dat er vanzelfsprekendheden verdwijnen. Maar ook inderdaad van degene die ik in het verleden was. Die ben ik niet meer en ik moet mij opnieuw waar zien te maken in deze organisatie. Dus ook wat dat betreft is het goed om te realiseren. Er zit de positieve kant aan, er zit de negatieve kant aan. Maar dat kan zelfs op het niveau van de individuele medewerker verschillen. En is dat allemaal erg? Het zou maar zo kunnen zijn, en dat is natuurlijk het gevaar dat op de loer ligt, dat de disruption waar dit blok over gaat, niet één op één doorvertaald wordt naar dysfunction. Het is eigenlijk op het moment dat je zegt van prima, maar je kunt heel erg mooi zeggen van andere functies bedenken. Of we gaan in ieder geval op een andere manier werken. En iedereen mag blijven, dat is het goede nieuws. En ze moeten even schakelen. Verschillende onderzoeken, en ik heb hier heb ik er eentje bij gepakt. En die laten ook zien dat op het moment dat er relatief weinig veranderingen zijn. En dat je praat over een generieke functie, dat is de dikke zwarte lijn, of een specialistische functie. Dan zie je eigenlijk dat de inzetbaarheid in ieder geval niet af hoeft te nemen naarmate je ouder wordt. Maar belangrijker in deze discussie, dan zeggen we dat kun je even vergeten. Want we gaan functies veranderen. Dat zijn de twee gebogen lijnen die we tekenen. En daar zie je dat op het moment dat iemand eigenlijk al van meet af aan ingestoken is in een traject. Dat je zegt, het is niet heel zwart afgekaderd wat er van jouw functie verwacht wordt. Maar je bent eigenlijk al van meet af aan, vanaf je start van je carrière, vanaf dat je binnen onze organisatie gewend bent, binnengekomen. Ben je eigenlijk al gewend geraakt om een breder takenpakket mee te pakken. Dan zie je dat er dus nog ook op dat moment bij veranderingen de inzetbaarheid in andere functies afneemt. Dus die bovenste dalende lijn. Maar je ziet dat die wel vele malen gunstiger verloopt. Dat de afname gewoon veel minder is ten opzichte van iemand die heel specialistisch op een bepaald vakgebied heeft gezeten. Dus eigenlijk betekent dat ook al, dat zou dit een extra stimulans zijn om als je naar deze grafiek kijkt, en dit plaatje kijkt,
Omdat het gewoon goed is om mensen voor te bereiden op veranderingen. Ook al staan de veranderingen morgen nog niet meteen voor de deur. Dus dat je eigenlijk op dat moment gewoon klaarmaakt voor de toekomst. Het vorige plaatje was natuurlijk weer zo'n plaatje van ja, vanuit de theorie en hoe wij naar die medewerker kijken. Misschien ook wel goed om te realiseren dat van tijd tot tijd. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de salarisonderzoeken die we zelf doen. Daar bevragen we medewerkers naar tal van elementen. Niet alleen over wat ze verdienen, maar ook inderdaad van hoe kijk jij nou tegen de arbeidsmarkt aan. Maar vooral ook hoe kijk je nou naar jouw eigen perspectief aan. En ik zie daarin een toename, bijvoorbeeld onder ICT'ers, zie ik een toename van het aantal mensen dat zich zorgen maakt. Of zich toegeeft zich zorgen te maken over ja, hun eigen toekomstbestendigheid. Van ja, beschik ik wel over de juiste informatie om ook mee te kunnen? Nou, een soort gelijk onderzoek, of tenminste onderzoek op hetzelfde gebied, heeft de TNO in combinatie met CBS ook gedaan. En wat je hier de cijfers van ziet. Tot inderdaad, dit zijn de medewerkers die aangeven joh, van. Ik vind toch eigenlijk wel dat ik belangrijke nieuwe kennis of vaardigheden mis. Nou, je ziet daar een verdeling naar de verschillende bedrijfstakken waar dat dan speelt. Dus dat kan dan daarbinnen natuurlijk alweer verschillen. Maar als je het groepeert op bedrijfstakniveau. Dan zie je bijvoorbeeld in de IT, waar we zeggen, ja, dat vernieuwt, et cetera. Dat betekent dat daar toch bijna 30%, of we zeggen ruim 25%, aangeeft van, joh, van, ik mis nu belangrijke dingen. Ik ervaar nu zelf als medewerker, dus niet de baas die dat vindt. Nee, de medewerkers geven zelf aan, joh, ik mis dingen. Dat is dan een belangrijk signaal. Vooral ook als je het combineert met een ander inzicht. En dat het ook zijn effecten kan hebben. Dat je, van, als je kijkt naar verzuim, burn-out klachten, maar ook de mate waarin men ontevreden is over het werk. Waarbij natuurlijk best wel een verband ligt tussen de verschillende onderwerpen. Dan zie je inderdaad dat de mensen die aangeven belangrijke mate nieuwe kennis en vaardigheden te missen. Dat die ook beduidend slechter scoren. Het is dus niet alleen van joh, ik vind iets en ik maak me ergens zorgen om. Nee, we kunnen het eigenlijk ook wel doorvertalen. Dus dat is inderdaad wat TNO-CWS ons meegeeft. Naar een aantal belangrijke risico's. Dat er in ieder geval medewerkers zijn die wat dat betreft ook hun werk minder gaan waarderen. En als je niet uitkijkt, dan zeg je van, ik moet nu dingen doen. Waarvan ik me eigenlijk niet goed toeberust voel. Dat die inderdaad van in het verzuim kunnen zakken. Of op andere zin, zeg maar, burn-out klachten geconfronteerd worden. Nou, dat is natuurlijk allemaal het is denk ik goed om te realiseren dat dit elementen zijn die aan de orde zijn. En wat zouden we nou met die wetenschap kunnen doen? En welke tips en trucs zou ik u mee willen geven als het gaat over deze veranderingen? En wat je als een organisatie daarmee moet doen? Ik denk dat het goed is om medewerkers niet alleen met de verandering te confronteren. Maar ze ook deelgenoot maken van de visie die erachter zit. De reden waarom dingen moeten veranderen. Dan kan ik je niet garanderen dat ze wat dat betreft dan meteen op de tafel staan te dansen. Van nee, het is volstrekt logisch dat ik iets anders moet gaan doen. En dat de helft van de afdeling verdwijnt, et cetera. Maar ik denk dat het wel heel erg van belang is. Inderdaad om ze mee te nemen in de stappen die je als organisatie op dat moment al lang en breed hebt gemaakt. Want vaak zijn er toch processen die al enige tijd hebben gevormd. En uiteindelijk ben je eruit hoe je het wil gaan doen. En vervolgens zeggen van oké, prima, dan gaan we nu implementeren. En dan betrek je in één keer een hele groep erbij, die dan ook daadwerkelijk vaak slachtoffer is, of in ieder geval in de zin de hele belangrijke pion in het verhaal is, heel direct betrokken is. En die moet dan eventjes datgene waar je net zelf 6 maanden over na hebt gedacht, en in een sessie van toch wel 26 of 48 minuten, moet hij datzelfde slag even maken en dan vervolgens ook direct maar even aan de slag gaan. Het grafiekje wat ik eerder liet zien, is ook een onderstreping van het feit dat het van belang is dat je investeert in opleidingen van medewerkers. Uiteindelijk gaat het er ook om dat je door middel van opleidingen en training zorgt dat mensen op het juiste niveau blijven om de huidige functie te kunnen vervullen. Maar het geeft ook aan dat de getraindheid in het omgaan met veranderingen, dus de training om nieuwe inzichten en kennis tot je te nemen, is ook een belangrijke factor om je medewerkers niet toekomst bestendig te maken, maar toekomstbehendig. Wat mij betreft is het, als je medewerkers toekomstbestendig maakt, ja, dan giet je ze in beton. En dan weet je hier zeker, joh, die kunnen de komende 100 jaar, dan verandert er niks, kunnen ze nog steeds mee. En het gaat er juist om dat je mensen met behulp van opleiding en de
deelgenoot maakt van het feit van ook, het is ook voor jou van belang dat je dat nieuwe vaardigheden tot je neemt. Dat je inderdaad op een gegeven moment zegt, joh, ik maak jou nu klaar inderdaad om komende veranderingen, die ik misschien zelf ook niet helemaal kan voorzien. Hè, want zo snel gaan een aantal veranderingen toch. Om ze daar in ieder geval gewoon klaar voor te maken. Dat op het moment dat het aan de orde is, tot ze erin mee kunnen. En ook een belangrijk element is, hè, dat kwam ook een beetje uit de stellingen terug. Daar vond ik nog dat vanuit mijn gedachtegang in ieder geval iets te veel mensen zeggen, ja, het is vooral de verantwoording van de organisatie of van de werkgever om te zorgen dat mensen opleidingen volgen en zich ontwikkelen. Nou, wat mij betreft is die tijd passé. Ik denk dat het besef ook gebracht mag worden aan medewerkers, dat ze zelf daar ook een rol in hebben. Dat ze zelf mede moeten werken aan hun eigen toekomst. En dat ze zelf ook mede verantwoordelijk zijn voor het nemen van de initiatieven daarvan. En dat ze eigenlijk, ja, wat mij betreft, de organisatie lastig gaan vallen op het moment dat ze zeggen, ja, hey, het is wel leuk allemaal dat ik een goede beoordeling krijg, et cetera. Zeg maar, hoe gaan wij aan mijn toekomstbehendigheid werken? Wat had je gedacht? Ik heb er wel over nagedacht. Ik vind dit en dit wel aantrekkelijke opleidingen die volgens mij ook heel goed bij mij passen. Dat sluit ook aan bij het laatste element. Ik denk dat we ook afscheid moeten nemen van het feit dat we mensen in onze organisatie louter en alleen beoordelen op basis van wat zij nu doen. Welk plekje in de hark ze nu innemen. Of welke functiebeschrijving nu bij hun past. Het is denk ik ook goed om een beeld te vormen. Te zeggen van, hey, wat kan nu iemand eigenlijk? En dan meer eigenlijk, ja, in termen van competenties, ontwikkelingsmogelijkheden, et cetera. En dan is het af en toe wel grappig om ook eens eventjes te realiseren, wat doet die medewerker van mij nu buiten kantoortijd? Ja, want soms kijk je naar een medewerker omdat die in het personeelsinformatiesysteem geregistreerd is, staat als administratief medewerker. En als je dan op LinkedIn kijkt, of op Facebook, of wat dan ook, dan kom je in één keer achter dat die beste knakker, wat je niet helemaal ingeschat had, dat die voorzitter is van de plaatselijke voetbalvereniging. En dat betekent dat hij dus kennelijk over bepaalde vaardigheden beschikt, die jij nog niet ontdekt hebt, die jij nog niet inzet in jouw organisatie, maar waar je best natuurlijk je voordeel mee zou kunnen doen. Samengevat, wat mij betreft is de impact van alle veranderingen, hè, van big data, disruption, sociale innovatie, al dat soort zaken, is geen constante. Het is niet voor iedere organisatie hetzelfde, maar het is zeker niet voor iedere medewerker in jouw organisatie. Realiseer dat en pas daar dan ook eigenlijk, ja, de set van maatregelen. Beleid is misschien een groot woord, maar pas datgene wat je gaat doen, hou daar dan ook heel goed rekening mee met het feit van, hey, ik moet daarin differentiëren. En ten tweede natuurlijk, een hele belangrijke, zorg er ook voor dat je de logica ervan ontwikkelt. En dus neem medewerkers mee in de noodzaak en de richting van de verandering. En misschien wel ook even, joh, van exact weet ik nog helemaal niet, of weet ik nog niet helemaal. Maar dat je inderdaad wel op een heel wens, joh, we moeten wel wat. En uiteindelijk, wat dat betreft, twee grote componenten. Dat je mensen niet klaarmaakt voor de toekomst. In de zin van, oké, dat heb ik nu gedaan en zo blijft het. Maar eigenlijk dat je meer, zeg maar, inspeelt op het ontwikkelen van een behendigheid om met de huidige en toekomstige veranderingen om te gaan. Binnen en eventueel ook buiten de bestaande organisatie. Wat dat betreft is het misschien goed om even stil te staan bij wat vragen die binnengekomen zijn. Een onderwerp wat wel vaker de revue gepasseerd heeft, en dat is bijvoorbeeld demotie. Dus het is leuk dat dat ook hier ter sprake komt. Demotie is een begrip dat nogal negatief geweest is in het nieuws, of negatief in het nieuws is geweest. Hoe kijk ik ernaar? En hoe kun je als organisatie daarmee omgaan? Dat klopt, hè, want mensen die mij een beetje gevolgd hebben weten dat het een onderwerp is waar ik vaker een reactie op heb mogen geven. Omdat het bijvoorbeeld uit het HR Trends onderzoek naar voren kwam. En dat relatief veel organisaties bezig zijn met de emotie. En ik denk dat dat wat dat betreft ook goed is dat je als organisatie erover na gaat denken. En een beleid op dat vlak gaat definiëren. En wat mij betreft is het eigenlijk dat je een soort raamwerk maakt met voorwaarden waaronder er sprake kan zijn in jouw organisatie en wat het dan ook betekent. Dat kan heel praktisch gezien, dat je gewoon vooraf duidelijk maakt van op het moment dat er dat en dat aan de orde is, dan hebben we bepaalde afspraken over ook, en als je teruggaat in functie, dan weet je ook van tevoren of dat effecten heeft op jouw beloning en in welke mate dat er is. En dan geeft dan van tevoren wat duidelijkheid, kunnen mensen daar ook anticiperen.
Wat er daarnaast zeg maar, met de emotie eigenlijk moet gebeuren, is dat... ik ben zelf naaster op zoek naar een ander begrip. Want ook hier geldt inmiddels dat het begrip is wat per definitie eigenlijk onacceptabel is. Terwijl als je aan de andere kant zegt, joh, van, zou jij niet eigenlijk liever op een manier aan het werk zijn wat je gewoon een lekkerder gevoel geeft en wat beter past bij de situatie waar je op dit moment in verkeert, dan krijg je dan een hele andere discussie. Waarbij het overigens ook zo kan zijn dat je ook de emotie wat mij betreft niet alleen aan de orde is voor oudere medewerkers. Want die twee worden ook heel gauw aan elkaar gekoppeld. De emotie, oké, piep, wij maken nu beleid dat iedereen boven de 64, die gaat met de emotie en we doen tjak, 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 tjak. Terwijl ook hier denk ik dat de menselijke maat, maar ook inderdaad de organisatorische maat, heel erg van belang is. Want ik kom in organisaties en daar zie ik soms een ingenieur of een tekenaar van 67, 68... die is nog volop aan het werk en naar ieders tevredenheid. En niet in het onbelangrijke, ook naar de tevredenheid van die medewerker zelf. Terwijl er ook situaties denkbaar zijn en ook aan de orde zijn, waarbij er al veel eerder een discussie is. Dan kan het bijvoorbeeld gaan op iemand die binnen een uitzendorganisatie verantwoordelijk is, een aantal stappen heeft gemaakt. En uiteindelijk die was verantwoordelijk voor een vestiging, is doorgegroeid, is nu voor een heel district verantwoordelijk. En op dat moment verandert de privésituatie. Misschien is inderdaad wel is de kinderwens in vervulling gegaan. En op een gegeven moment constateert iemand vanuit dat effect. Dus het heeft niets met leeftijd te maken, maar puur op dat moment met de levenssituatie. Zeg, joh, het is wel heel erg belastend voor mij dat ik door de hele provincie moet scheuren. En dat ik elke keer een hete adem in mijn nek voel van, hey, ik moet op tijd bij de stoeprand zijn. Want anders staat daar een kind voor mij te wachten wat niet opgehaald kan worden. En ze hebben dus binnen die organisatie eigenlijk als een arbeidsvoorwaarden, maken ze van tevoren duidelijk van, als dit zich voordoet, dan word je er niet toe gedwongen. Maar dan weet je vooraf wat de spelregels zijn, hoe we ermee omgaan en wat dat dan voor effecten heeft op jouw beloning. Gewoon heel streed, eerlijk en duidelijk. En ik denk dat we meer naar die kant moeten als het gaat over meer op de privé situatie afgestemde belasting in de zin van functie, taken en de daarbij behorende beloning. En dan helpt het als die discussie gevoerd kan worden als de spelregels al vooraf gedefinieerd zijn. En dus wat dat betreft ben ik met de vragensteller eens. Het is meer emotie als demotie als je kijkt naar wat er over gediscussieerd wordt. En ik zou ook heel graag willen dat er meer werknemers zelf erover nadenken van, joh, van wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En voel ik mij nogmaals zo lang om tot het einde van mijn contractuele duur volop te moeten presteren? Of heb ik zelf ook een beetje het gevoel van, eigenlijk wil ik comfortabeler de laatste stappen maken. Waarbij dan toch de valkuil is dat ik het weer over oude medewerkers heb. Maar ik wilde toch wat laatste stappen in mijn carrière, wil ik toch op een iets andere setting maken. Ik ben heel graag bereid om afstand te nemen van een aantal taken. En ik weet ook op dat moment al heel duidelijk wat de effecten daarvan zijn op mijn beloning. Ellen heeft ook nog een vraag ingediend en die gaat erover van, Ellen Schuit, sorry, ik moet het goed lezen. Ellen Schuit had het eerder vandaag over job rotation. Is dat een oplossing om mensen voor te bereiden op verandering? Ik ben blij dat het woordje een er staat, want ik denk dat het een mogelijke oplossing is. Het is absoluut niet de oplossing, want vaak zie je met dit soort thema's, dan gaan we denken van, iedereen moet dit of iedereen moet dat en er is geen weg tussen. Ik denk juist dat we meer moeten naar een tijd, een antwoord op de verandering in onze tijdperk. Dus is joh, van, we denken meer in een framework, dus een raamwerk waarbinnen we afspraken maken. En situationeel gaan we kijken wat op dat moment voor in het belang is van de organisatie en in het belang is van de medewerker. Maar om de behendigheid los te maken, dus de veranderingsbereidheid op te hogen, is natuurlijk zeker het veranderen van jobs, zou de medewerker daarbij kunnen helpen. En nogmaals, dan moet job rotation wat mij betreft geen verplichting zijn, maar een logisch argument. Dus er moet ook uitgelegd worden waarom het een passende maatregel is en wat het wederzijds belang daarbij is. Dus dat lijkt mij een goede. Nou, er zijn nog meer vragen, die zal ik straks na afloop direct online beantwoorden. Mocht je dit webinar op een later tijdstip terugkijken, of nog een keertje terugkijken, dan stel ik je voor dat je de vragen nog steeds stelt.
En dan zullen we die via de mail afhandelen. Wat nu betreft, dank voor jullie aandacht. En nou, gaan we samen kijken naar het volgende webinar. Heel goed, Hans. Dankjewel. Mooi verhaal. En nou, je maakt wat los, hè? Want ik zie zowel dat niet alleen hier de vragen binnenstromen, maar er is ook daadwerkelijk interactie op ons tweede scherm. Heel dus als je pas later vanavond bent ingeschakeld, we zijn niet alleen hier live in de webinar met daaronder de mogelijkheid om vragen te stellen zoals ze net binnenkwamen. Maar nu jij hier de studio uitloopt, ga je ook hiernaast zitten. En gaat hij met jou de interactie aan op het PeerPep platform. PeerPep is een van onze partners in de kennisloop vandaag. Net zoals Berenschot dat is. En Capgemini van Anita van den Berg, de volgende spreker. DAS is een van de kennispartners en de HEMA Academie natuurlijk. Het is een bijzondere onderneming. Nog maar, nou, we zitten in de laatste 2 uur. Ja. Als je het niet in de gaten hebt, we zijn vanmorgen om 9 uur gestart. Maar liefst 20 verschillende sprekers en 4 verschillende thema's. We zitten in het laatste thema. We hebben het over disruptie. En in dit thema komen eigenlijk stiekem heel kort de verschillende thema's van vandaag nog even terug.